betekent het volgende. Vorig jaar hebben wij een contract getekend. Dan start er een ontwerpfase. Dat hebben we nu, de eerste ontwerpfase hebben we nu gehad. En nu gaan we naar de tweede ontwerpfase. Ja, en dat is waar we nu aan gaan beginnen. In de commissie vonden veel partijen dat burgers opnieuw zouden moeten worden gehoord. Is dat nu voorbij? Nee, dat gebeurt ook in de tweede ontwerpfase. Mensen zijn helemaal van harte uitgenodigd om een zegje daarover te doen. Ja, goed. En dat geldt natuurlijk voor iedereen in Amstelveen. Of u nu al burger bent, inwoner of ondernemer. Iedereen is van harte welkom om te zeggen wat ze daarvan vinden. En die inspraak wordt gewoon weer meegenomen in de tweede ontwerpfase? Ja, Rijkswaterstaat en de mensen die daar aan tekenen, die nemen dat mee. Ja, en die kijken of dat in te passen is of niet. En daar wordt naar gekeken. Ja. We hebben begrepen dat er tweemaal een overkapping komt. Dat is prachtig. Maar nu zijn er ook geluidsschermen en die worden niet horizontaal aangelegd zoals een wens van velen was, maar verticaal. Ja. Klopt. We hebben de tweede overkapping erbij gekregen, maar dat heeft te maken met een budget, hè, van hoeveel geld hebben we, hoe komen we uit. En op deze manier komen we op een goede manier uit. En net op die plek waar wij graag een overkapping willen hebben in Amstelveen, krijgen we een extra overkapping. Maar ja, betekent wel dat we op een ander front horizontale schermen zullen krijgen. Dus dat is toch een beetje een doorbreking van de stad. Is daar nog iets aan te doen? Ja, wat wij proberen te doen is dat het gewoon goed ingepast wordt in Amstelveen. Daar gaat het eigenlijk over. En je kunt je voorstellen, bij een KPMG-gebouw hoef je niet over de snelweg heen te kijken. Maar een mooie groene wand is natuurlijk heel erg belangrijk. En dat soort zaken, dus kwaliteitsverbeteringen, ja, daar gaan wij nu in die tweede ontwerpfase met Rijkswaterstaat spreken. En als college van BMW hebben we gezegd, we zijn natuurlijk een groene stad. Groene wanden, dus van die groene schermen, ja, daar zijn wij heel erg voor. Wanneer verwacht u dat de raad en de burgers weer aan bod komen? Dit zal een aantal maanden duren, dus over een aantal maanden staan we hier weer. Dat is dan ook de laatste ontwerpfase en vervolgens gaat het weer naar wetgeving toe. Dus over een aantal maanden.